burgerinitiatief ingediend. En dat werd door heel veel mensen heel graag ondertekend. Omdat het hier natuurlijk zo'n kaal stuk is. Overal staan bomen, het park en daar aan de zijkant. Nou, we staan hier op een thans hele groene vluchtstrook met Ed Goverde, de voorzitter van de deelgemeente Sjaarloos. Meneer Goverde, waarom zijn we hier? Ja, eigenlijk om de omgeving mooi te maken, mooier te maken dan dat hij nu is. In het kader van het honoreren van een burgerinitiatief van bewoners hier van de flats op Zuidplein. Die toch iets meer wilde doen aan het wat aantrekkelijker maken van de omgeving. Meer dan alleen maar de stenen en het drukke verkeer om hen heen. Mevrouw, u heeft zojuist de spade in de grond gestoken en wat aarde in het gat gegooid. U heeft een boom geplant, zeg maar. Kunt u me vertellen wie u bent en hoe u ertoe gekomen bent om dit te gaan doen? Ik ben Janneke Bette. Ik woon hier sinds 1995 in die hoge flat. En ik hou heel erg van groen. En ik ben al jaren bezig om dit stuk van de Stevelsweg wat meer te vergroenen. Dat lukt heel moeilijk. Ik heb al van alles verzonnen. En de mensen zijn wel bereid, maar er liggen hier zo verschrikkelijk veel kabels dat heel moeilijk is. Maar toch een bijzondere Sjaarloosse gelegenheid. Eigenlijk alle eer aan Janneke. Maar er staan hier natuurlijk stoplichten, dus dat is natuurlijk verschrikkelijk. Gassen. En het is gewoon een heel kaal stuk als je daar aan het eind gaat staan en je kijkt daar. Nou, het is alleen maar beton en auto's en anderhalve graspriet, laten we eerlijk zijn. En het is natuurlijk een drukke plek. Het blijft een heel erg stenige stedelijke plek. Maar het is mooi als je dat toch wat kan verfraaien met een paar bomen die wat groen extra aan de omgeving toevoegen. Weet u ook wat voor bomen het zijn? Populieren. En dat betekent dat die vrij hard groeien en dat we dus vrij snel toch ook een beetje groene body de lucht in hebben. Op een gegeven moment dacht ik van nou moet ik toch echt een keer proberen mijn zin te krijgen. Toen heb ik een burgerinitiatief ingediend. Nou, u weet ongetwijfeld wat dat is. 50 handtekeningen van medestanders verzamelen. En dat werd behandeld in de raad. En Isol van de Bomenridders heeft mij ook daarbij geholpen. Ook alle eer. En het werd eigenlijk afgekeurd. En toen heeft de SP een motie ingediend dat zij voor vergroening waren. Want zij waren ook wezen kijken hier. En ze hebben gezegd, nou ga maar zoeken. Want we willen gewoon dat het gebeurt, klaar. En het uiteindelijke resultaat is dat er 4 plekjes zijn gevonden waar een boom kon staan. En die hebben we nu vandaag geplant. Dus ik ben helemaal blij met alle steun van alle mensen. En op zo'n dag, mijn dag kan niet meer stuk. U vertelde dat u er lang mee bezig bent geweest. Hè? Kunt u bij benadering zeggen hoe lang? Nou, echt al jaren. Maar waarschijnlijk via de verkeerde kanalen. En ik heb dus uiteindelijk dit kanaal gevonden. Want ik had al eerder een burgerinitiatief ingediend. Ik had het eerste burgerinitiatief ingediend van Rotterdam-Zuid. Want onze bewoners die komen uit de parkeergarage en die kunnen heel moeilijk eruit met de auto's. Omdat alle winkelend publiek en Ahoy publiek de grote parkeergarage in willen. En dan kunnen onze bewoners er niet uit. En we hadden een soort strook. En die had ik aangegeven, als je nou zo en zo en zo doet, dan kunnen onze bewoners toch weg. Want als je weggaat, heb je vaak een afspraak waar je naartoe wil. Kijk, terug kan ik niks aan veranderen. Want alles staat hier altijd vol met verkeer. Maar dat is gebeurd. En dat was het eerste burgerinitiatief. Nou, en het tweede was iets op de Lepelaarsingel. En dit is het derde burgerinitiatief. Dus ik ben wel al een poos bezig met van alles. En ik vind het hartstikke leuk. En de zon schijnt. Geweldig gefeliciteerd. Hartelijk bedankt.